Tijdens de presentatie heb ik gelezen, daar heb ik nog wel één of twee vragen over. Want je gaf aan van, je hebt gesproken bij, help me eventjes, want ik kon het niet uitspreken. Cody, zo ja, heet het. Ja, en wat is dat? Het is een congresje, eerste keer georganiseerd. Eigenlijk is het een soort van een meet-up, 's avonds. Ja. Ze hebben het iets groter aangekleed. Uh-huh. Van wat voor soort mensen? Het zijn drie mensen uit Zwolle met een, volgens mij, design en development achtergrond. Dus in elk geval, Het idee was, we doen designers en developers bij elkaar. Maar het was eigenlijk gewoon een meet-up. Okay. En op de een of andere manier zien zij het zelf meer als een congres. Dat was het niet echt. Het was gewoon een... Okay, maar ze hadden het ook iets verder aangekleed. Ja. Maar het was wel leuk. Het was hartstikke leuk. Het was in een oud, het oudste gebouw van Zwolle, de Refter. Okay. Volgens mij is het een oud klooster. Okay. Uit 1300 nog wat. Kijk, echt oud. Dat is pas geschiedenis. Ja. Het was wel. Het was een leuk congres, ingeleid door eerst een goede presentatie over. Eigenlijk over. Niet zozeer persona's, maar meer over persoonlijkheden. Van wat voor soorten mensen heb je en hoe kan je die bepalen? Ja. Door Steven, achteraan ben ik even kwijt, van Concept 7. Een ontwerp- en onderzoeksbureau. Nou, dat was hartstikke goed. Dat was een goed verhaal. Dan een beetje eigenlijk wat je weet van hoe kan je die psychologische profielen volgens een bepaalde methode vaststellen. En daar kwam bijvoorbeeld, dan heb je een aantal tests van, ben je meer een introvert of extrovert persoon, ben je meer een ondernemer of er waren wat dingetjes. Oh wacht, de ring Amsterdam moet ik hebben. Even snel een Audi voorlaten. En wat was het doel dan om dat soort mensen of dat soort types te determineren? Je wil dat soort types weten om te kunnen bepalen hoe je, wat voor content je aanbiedt op je site. Ja, ja. Dus je moet zeggen, hij had een voorbeeld van een bepaalde kleinere zorgverzekeraar die zich heel erg richt op een bepaald type mens, wat eigenlijk maar een minderheid van de bevolking is. Ja. Dus dat zijn de humanisten of zo. Dat is een bepaald type die meegaand zijn, zich een beetje zorgen maken om wat anderen zullen vinden. Okay. Dus karaktertrekjes zitten daarin en ook een soort van overtuiging? Of, Het is meer het karaktereigenschappen van bepaalde soorten mensen. Ja, ja. Daar richt die bepaalde. Dat was wel interessant. Oh, maar wat ik ook interessant vond, was dat ik bij alle types en bij. Dus dan moest je telkens zeggen: ben je meer dit of ben je meer dat? Mm-hmm. Was dat ik de. Dat is een beetje afhankelijk van de situatie. Dus bijvoorbeeld als het gaat over een onderwerp waar ik specialist in ben, dus op mijn vakgebied, dan hoef ik helemaal niet na te denken of onderzoek te doen. Dan heb ik gewoon binnen 10 seconden heb ik daar het antwoord op. Ben ik super alert en als je een discussie met me aangaat, dan heb ik je er ook zo onder geluld. Ik weet gewoon hoe dat zit, klaar. Ja, precies. Op het andere moment, als ik met vrienden op vakantie ben, dan kan me allemaal niets van schelen. Ik vind het allemaal prima. Ik vind het fijn om met die vrienden te zijn. Als die vrienden graag een dagje ergens heen willen, dan ga ik wel mee. Ja. Dus dan ben ik weer helemaal niet ondernemend. Dat is helemaal afhankelijk van de situatie. Ja. Als ik een vakantie plan, dan heb ik inderdaad zo, nou, doe maar het eerst het beste en ik hoef niet alles uit te zoeken. Dat is allemaal wel goed. Ja. Maar als ik een auto zoek, dan ga ik weer helemaal onderzoeken en uitzoeken en misschien is het toch nog wat beter. Dus eigenlijk kwam ik telkens, afhankelijk van de situatie, was ik een ander soort persoon. Oh, wat grappig joh. Nou, en dat zie je natuurlijk bij andere mensen die heel veel verstand hebben van auto's. Die kopen zo'n auto. Ja, die weten dat al. Die weten dat. Ja. Dus waar zouden die... Die kunnen je ook binnen 5 minuten bij wijze van spreken aan je lijf aflezen wat voor auto je rijdt. Nou ja, precies. En dat is dan bij mij weer met een website. Kijk, als zij een website moeten maken, gaan ze uren en jaren lang, weet ik veel, onderzoeken en doen. Terwijl ik daar eerder
to the point zou kunnen komen. Dat vond ik wel interessant. Ja. Maar goed, al die verschillende persoonlijkheden blijven natuurlijk bestaan, ook als het gaat over situaties. En Amazon is natuurlijk een goed voorbeeld van een overvolle website, maar waarbij wel elke soort persoon aangesproken wordt op die verschillende plekken in de website. Dat was heel interessant om te zien. Je hebt elk een eigen hoekje, zeg maar. Ja. Ja, want ik kan me nog een presentatie herinneren van iemand op, oh jongens, wat was het, Dutch Design Week. Ja. En die zei inderdaad zo van, ja, je hebt eigenlijk, stel je voor dat je een winkel hebt, dan kan je mensen op 3 manieren beïnvloeden. En, of eigenlijk ervoor zorgen dat ze denken van, oh, dat is dan toch nog wel een interessant product. Ja. En dat is bijvoorbeeld erbij zetten dat Cas Spijkers een bepaalde pan geweldig vindt. Hè? De beroemd kok. Ja. Dus dat ze zich spiegelen met beroemde mensen. Ja. Of dat hun vrienden die pan ook hebben gekocht en een goede rating hebben gegeven. Of bijvoorbeeld heel gevoelig zijn voor kortingen. Ja. Dus dat die in de aanbieding is. Of dat nou het geval is of niet. Als er maar aanbieding bij staat. Nou, dat zijn die. En je hebt de bestel nu knop voor de mensen die gewoon direct willen kopen. Voor wie dat allemaal helemaal niet interessant. Ja, ja. Ja, die hebben dat al besloten. Ja. Willen hem gewoon bestellen. Willen geen extra informatie. Dat zijn inderdaad die... Dat zijn een beetje die types inderdaad. Ja. Ja. En het toffe is dat die... dat als je dus mensen een beetje volgt op het internet... wat nu niet meer mag dan, of tenzij mensen dat vragen natuurlijk, dan kan je daar, dan kan je dus destilleren van wat de prioriteit gaat krijgen. Hè. Dan krijg je een beetje responsive content zoals, zoals mensen dat misschien wel zouden willen. Oftewel, dat de Cas Spijkers review helemaal bovenaan staat of echt in je blikveld als jij dat uit de analyse blijkt dat jij dat heel belangrijk vindt. Dat is natuurlijk wel heel erg gevaarlijk, want dat betekent eigenlijk dat je heel erg snel geneigd bent om te consumeren of om dingen te kopen. Ja. Afhankelijk van of je daar echt heel erg gevoelig voor bent natuurlijk. Ja, dat is, Amazon is er natuurlijk een ster in. Ja, dat brengt me trouwens wel naar het volgende onderwerpje. Ja. Er is een, ik weet nou niet of ik het vorige keer ook heb genoemd, dus excuseer me als het dubbel is. Vorige keer hadden we het heel even over cookies. Dat het maar lastig is dat er cookies zijn sowieso. Of eigenlijk dat je ze moet goedkeuren en dat dat ruimte in beslag neemt. Ja. En ik vroeg me zo af, wat nou als je mensen...